Het doel van het Lane Departure Warning systeem is u te waarschuwen dat uw auto mogelijk buiten de rijstrook rijdt. Het systeem gebruikt de Forward Sensing camera die vlak bij uw binnenspiegel is gemonteerd om de witte of gele strepen van de rijstroken te detecteren. Gebruik deze schakelaar om het systeem in of uit te schakelen. Wanneer het systeem is uitgeschakeld, brandt het oranje waarschuwingslampje en wordt deze indicator op het instrumentenpaneel weergegeven. Stuur de auto met een snelheid van 70 km per uur naar het midden van de rijstrook, zodat de strepen zich aan beide zijden bevinden. Het controlelampje op het instrumentenpaneel zal gaan branden. Als het systeem signaleert dat uw auto mogelijk buiten de rijstrook rijdt, gaat het controlelampje knipperen en klinkt er een waarschuwingsgeluid. Stuur de auto terug naar het midden van de rijstrook. Onder de volgende omstandigheden onderbreekt het systeem automatisch en gaat het in de standby-modus. Als uw snelheid lager is dan 65 km per uur, als de richtingaanwijzer wordt bediend om van rijstrook te wisselen, als het systeem geen strepen op de weg detecteert, als u een abrupte beweging maakt met het stuurwiel, het gaspedaal of het rempedaal. U kunt ervoor kiezen het systeem te personaliseren door het waarschuwingsgeluid te versterken of te wijzigen. Als u deze wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u het pictogram Instellingen op het beginscherm en vervolgens selecteert u de tab Veiligheid. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.